Van erfgoedbeheer naar erfgoed inclusief waterbeheer. Ik ben door Robin uitgenodigd om deze presentatie te geven hier. En dat was eigenlijk omdat we deze presentatie ook al zouden geven bij de Waterstaatse Erfgoeddag. En die is over enkele weken. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wie gaat er van jullie naar de Waterstaatse Erfgoeddag? Nou, dat zijn toch 6 mensen. Ja, huh? Ah, kijk, ik ken niet alle Stoa mensen. Daar komt het vandaan. Ik dacht het al, dus goed dat we hier aanwezig zijn. Mooi dat we dit kunnen vertellen. Ik hoorde net ook al een heleboel aanknopingspunten. Interessant om hier te zijn, eigenlijk in mijn oude vakgebied. Ik ben specialist landschapsgeschiedenis, maar ik kwam zelfs oude studiegenoten tegen. Ik heb land- en watermanagement gestudeerd in Velp, in richting waterbeheer. En toen dacht ik, ja, eigenlijk vind ik dat landschap meenemen in die opgave veel interessanter. Ben ik landschapsgeschiedenis gaan studeren. Gaan promoveren op de landschapsgeschiedenis. Heel veel met waterbeheer en de geschiedenis van waterbeheer gedaan. En nu werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hiervoor in Noord-Holland werkzaam bij Mooi Noord-Holland, de welstandsorganisatie. Dus dit is ook geen onbekend terrein. Ik heb hier vaker gestaan. Ik heb deze presentatie in samenwerking gemaakt met Gert-Jan de Boer. Ik geef hem straks ook nog even kort het woord. En mijn andere collega, Menne Kozian. Misschien bekend bij jullie, maar hij heeft veel plaatjes en voorbeelden aangeleverd. Heel kort, ik ga iets vertellen over... ik zag net ook al wat mooie plaatjes en iedereen heeft een eigen verhaal bij foto's uit het verleden. Nou, ik ook weer. Daarna heel kort, wat doen wij? Dan het project Erfgoed en Waterbeheer in samenwerking met de STOA. Dan eigenlijk het onderwerp waar we eigenlijk naartoe willen met dat erfgoed. Een aantal voorbeelden en dan wil ik jullie wat handvatten meegeven van goh, waar kun je zelf nou eens naar kijken. Nou, een aantal voorbeelden. Overstroming van de Maas bij Venlo, overstroming van de IJssel bij Deventer, maar ook bevloeiing van Beekdalen in de winter. Die overstromingen, nou je ziet het hier bij Venlo, staan ze allemaal keurig op de stoep. Ik wil niet zeggen dat dat normaal was, maar het was ook niet een volledige uitzondering. En wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is dat die overstromingen en de wateroverlast waren heel vaak vervelend. Soms desastreus en dat moeten we zien te voorkomen. Maar aan de andere kant was men, en net werd het woord een beetje adaptief. Nou, aan de andere kant was men adaptief. Men gebruikte het ook, zowel in het landschap als in de stad. Het gevoel is een beetje, maakbaarheid van het landschap zorgde in de 20e eeuw voor een mentaliteitsverandering. Zowel in het landgebruik, landschapsbeheer, maar ook onder de agrariërs, maar ook in de steden. Is een onverschilligheid ten opzichte van waterveiligheid. En men is eigenlijk afhankelijk van de overheid. Het werd net wel gezegd, de burgers doen het wel, maar volgens mij zijn het vooral de overheden die voor die waterveiligheid zorgen en de burgers staan te roepen als het niet goed geregeld is. Nou. Ik kom er straks op terug. Wat doen wij? Nou, wij zijn dus niet de STOA, maar dit is wel mijn... even kijken, is er een lampje? Oh, dat werkt natuurlijk niet. Nou, dit is wel mijn directeur. Die schrijft hier, onderschrijft hier een samenwerkingsovereenkomst met de STOA. Wij zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en we zijn een uitvoeringsorganisatie. Vooral op het gebied van monumenten en archeologie en archeologische monumenten. Maar we zijn ook een kennisorganisatie. En we hebben niet heel veel Rijkslandschapsbeleid, maar we hebben wel een afdeling landschap die vooral voor heel veel kennis zorgt. Geldt overigens ook voor monumenten en archeologie. We leveren dus vooral kennis op het gebied van erfgoed. En we hebben een systeemverantwoordelijkheid voor erfgoed. Nou, en in hoeverre landschap onder dat erfgoed valt, dat is altijd maar weer de vraag. Cultuurlandschap zeggen ze, ja, dat hoort onder erfgoed. Maar wat is cultuurlandschap? Mijn idee is eigenlijk dat landschap overal onder zit. Wij kunnen daar op het gebied van geschiedenis kennis voor aandragen. We kunnen er ook echt wel iets over zeggen en soms zul je het misschien moeten beschermen. Mijn idee. Maar het is eigenlijk een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Waar de provincies overigens het meeste beleid op hebben. Nou, die samenwerkingsovereenkomst met de STOA, die is dit jaar vernieuwd. Hij was er al. Hij was er vooral voor het handboek Beken en Erfgoed. En
dat handboek dat beschrijft hoe je eigenlijk erfgoed inclusief beeksystemen kunt gaan herstellen of herinrichten. We hebben een project Stadsgenezen gedaan. In het project Stadsgenezen zijn we vooral bezig geweest met hoe kunnen we eigenlijk de stedenbouwkundige ontwikkelingen, hoe kun je die voeden met water- en bodemleidend, maar ook de wisselwerking met de mens en die water en bodem. En we hebben nu het project Erfgoed en Waterbeheer. Nou, ik zit zelf in de stuurgroep. Robin zit ook in de stuurgroep vanuit de STOA. En Gert-Jan Boer, mijn collega, die is projectleider van dat project. En ik wil Gert-Jan even vragen om even toe te lichten wat hier op de sheet staat. Goedemiddag allemaal, ik ben Gert-Jan Boer, collega van Jeroen. Project Erfgoed en Waterbeheer, ik ben inderdaad projectleider. Wat wij proberen te doen bij dit project is kennis uit het verleden in dienst te stellen van de opgave van de waterschap. Dus het gaat niet om het beschermen van erfgoed, het gaat erom dat je kennis tussen die wisselwerking van mens en het natuurlijke systeem, of het watersysteem, uit het verleden onderzoekt en vervolgens benut voor de opgave van nu. En als jullie kijken naar deze 5 meerwaarden die hier op de sheet staan, we hebben in de eerste fase van dit project, dat zijn dezelfde fases, hebben wij die verschillende meerwaarden van erfgoed voor de waterschappen benoemd. En dat zijn deze 5. Wat je heel vaak ziet is dat erfgoed, misschien denken jullie ook wel, hè, monumenten, cultuurhistorie, dat gaat om beschermen. Wat wij heel graag willen is dat we ons focussen op 1 en 2, die hier als 1 en 2 staan. Dus dat lange termijn begrip, dat is problematiek van de taak van de waterschappen en de oplossingen door te leren en inspiratie te halen uit het verleden, dat je daarmee samenwerkt, dat je daarmee de wateropgave van nu eigenlijk benadert en minder vanuit die rol van bescherming. Wij zien dus erfgoed als een kennisbron en niet als iets dat we willen beschermen, hoewel dat er natuurlijk ook altijd wat bij komt, gaat het met name om dat eerste. Ja. Dankjewel. Hij kan dat veel beter dan ik, dus ik laat het maar aan hem over. Nou, eigenlijk wat Gert-Jan al zegt, het staat er eigenlijk niet goed, de titel klopte niet helemaal. Maar ja, het was al de titel, die had ik een paar weken terug al ingeleverd. Het is niet van erfgoedbeheer naar erfgoed inclusief waterbeheer. Maar nou, het komt er eigenlijk ook wel een beetje op neer. Wat is erfgoedbeheer? Erfgoedbeheer is in dit kader even. Het is veelal gericht op monumenten en roerend erfgoed. En het gaat om beschermen en zorgen dat het behouden blijft. Dat het er mooi bij staat. En vaak heel erg objectgericht. Nou, waar wij dus naartoe willen, wat Gert-Jan ook al zegt, we willen naar erfgoed inclusief waterbeheer. Waarbij dat erfgoedbeheer ook wel van belang is. Maar dit is gericht op het gebruik van kennis uit het verleden. Bodem- en waterleiden. Nou, we hebben het allemaal gehoord. Zelfs Hugo de Jonge, van wie ik het nooit had verwacht, heeft het uitgesproken. Lange termijn oplossingen en de inpassing in en het gebruik van erfgoed en landschap. Ik heb er even erfgoed en landschap van gemaakt, want als wij aan erfgoed denken, denken we dus landschapsinclusief. Landschap is voor mij weer erfgoed inclusief, maar oké. Om spraakverwarring maar te voorkomen. Bovenste is dus niet onbelangrijk, maar de onderste is naar ons idee beter. Aantal voorbeelden. Dit is een minder goed voorbeeld. Mensen kennen het misschien al. Er kwam net ook al een ander voorbeeld voorbij. We kennen allemaal regio's in West-Nederland. Dit is langs de Waal, Nijmegen, Dukenburg, woonwijk, volgens mij jaren, nou als ik het zo zie zou ik zeggen jaren 60. Ik weet eigenlijk niet precies welke periode, jaren 60, 70. Aangelegd hier, onder op de flank van de stuwwal. Nou, je ziet op de kaart, dit is een project, dit is een voorbeeld, een kaartje uit het project Stadsgenezen, waar je het watersysteem ziet en de geomorfologie van het gebied. En als je dit zo ziet, zou je zeggen, nou hier is misschien wel de minst goede plaats om te gaan bouwen. Toch is het gedaan. En je ziet hier de resultaten. Hier zie je zelfs een boot in de wijk liggen. Dit is van recent. Veel wateroverlast, veel problematiek. Ja, hoe ga je dit oplossen? Nou, ik zie de oplossing niet meteen, maar volgens mij zijn er hier genoeg mensen die daar wel ideeën over hebben. Een ander voorbeeld, heel erg op dat objectgericht erfgoedbeheer. Nou, dit is een sluis, de keersluis in de Poldervaart. Ik ben even bij, volgens mij is het bij Schiedam in de buurt. Deze dijk werd volgens mij verstevigd. En
Nou, ze waren toch in dat gebied bezig, dus wat zeiden ze? We gaan die keersluis die daar ligt, die gaan wij eens even heel mooi weer opknappen. Ja, ze hebben hem opgeknapt, maar hij ligt daar nog steeds eigenlijk voor dood bij. Dus ze hebben er een sluisdeur uitgehaald, die hebben ze op de wal gezet en hebben ze mooie informatie opgezet. Maar eigenlijk is hij functieloos. Hij heeft helemaal niets. En ik zeg niet dat dit slecht is. Ik zou er persoonlijk misschien andere ideeën hebben, maar dit is wel echt het klassieke objectgerichte erfgoedbeheer. Misschien leuk om te vermelden, als je het goed merkt. Ja, hij kan terug. Het is een schuif geweest. Er zit een enorme constructie, heeft er bovenop gezeten. Dit soort deuren hebben er helemaal niet in gezeten. Ook dat nog. Om hem te onderhouden, maar uiteindelijk, het was een keerschuif. Dus er zat echt gewoon over op de deur. Dus het is ook nog geschiedvervalsing. Nou, dan gaat het. Nou. Nogmaals, het is niet fout. Maar toch. Misschien als je je geld ergens investeert. Nou, je kunt er ook iets anders mee doen. Misschien had je er iets mee kunnen doen. Ik heb de ideeën zo niet paraat. Ander voorbeeld. De kaders in Kampen. Nou, je ziet hier een waterstaatskaart en je ziet eigenlijk de dijk die hier lopen. Het wallichaam van de voormalige stad. En vervolgens loopt de dijk aan de noordkant verder. In de stad zelf lagen misschien kaders, maar in ieder geval geen dijklichaam. Nou, hoogwaterbeschermingsprogramma of een programma daarvoor. Ik weet niet precies welke programma dat was. Waren de plannen om gewoon een kade midden door de stad te leggen. Heel veel. Tegengas vanuit de burgers en eigenlijk is er een soort van Dordrecht programma opgezet met de hoogwaterbrigade. Die oefenen een paar keer per jaar. Ze werken met allemaal schotten op de kade, maar ook in de stad zelf. En op die manier proberen ze het water buiten te houden. En die hele kade is nooit aangelegd. Dus ze hebben het op een andere manier met burgers opgelost. Noem het adaptief, noem het burgerparticipatie, initiatief. Ze gaan eens per zoveel tijd oefenen met bier en ballen. En dat is een groot festijn schijnt. Ik ben hier wel voorstander van. Ander voorbeeld, Erfgoeddeal. Erfgoeddeal is een project wat eigenlijk vanuit het erfgoed wordt er behoorlijk veel geld in projecten gestopt om die erfgoed inclusief te maken. Die erfgoeddeal is er eentje, is Polder Nijbroek. Dit is een oud poldergemaal en het zijn een aantal gemalen naast elkaar uit verschillende perioden. Met interne ook nog, je zou zeggen, behoorlijk wat erfgoedwaarde. Het was een plan om dit eigenlijk plat te schuiven en een groot nieuw gemaal op te zetten met veel meer capaciteit. Toen kwamen ze in aanraking met die erfgoeddeal en toen daar werd gezegd, ja, dit kan toch niet, je kunt niet dit zomaar plat schuiven. Waar zitten we mee? Wat is het probleem? Nou, om dit gebied achter het gemaal, volgens mij zei ik net sluis, maar achter het gemaal klimaat adaptief te maken, hebben we eigenlijk voor de toekomst geschikt te maken, hebben we meer afwatering nodig. Is het dan niet een idee om dat gebied eigenlijk in zijn geheel klimaatadaptief te maken? Dus kijken naar dat hele watersysteem en dan te kijken, is het nog nodig om dat gemaal te vernieuwen? Nou, wat er nu gebeurt is eigenlijk een complete herrichting van het gebied. Veel water vasthouden, het gemalencomplex wordt behouden, wordt wel vernieuwd van binnen, de nieuwe techniek, maar eigenlijk minimaal. En daarmee is eigenlijk dat hele gebied wordt opnieuw ingericht. Wat mij betreft een veel betere oplossing dan de technische oplossing van oh, we hebben meer afwatering nodig, dus nieuw gemaal. Nog een erfgoeddeelproject. De Lekdijk bij Gorkum-Waardenburg. Daar ligt liggen een aantal forten langs die Lekdijk uit de oude en Nieuw-Hollandse waterlinie. Nou, hier heb je het fort liggen, het Ravelijn. Dat ligt echt tegen Gorkum aan. En ja, je ziet het eigenlijk vanaf de luchtfoto al, de grachten groeien dicht. Wat je niet ziet is dat de hoogtes ook moeilijk zichtbaar zijn. En wat er gebeurd is in dat project, ze hebben eigenlijk de contouren van het fort, ze zijn niet dwars door het fort heen gegaan, maar ze hebben de contouren van het fort gebruikt om die op, noem het even deltahoogte, op dijkhoogte te brengen. En daarmee is eigenlijk het hele fort weer zichtbaar geworden.
maar is er meteen ook, wordt die ingezet voor waterveiligheid. Ander fort in de, van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Fort Vuren. Eigenlijk ook de oude situatie, een functieloos erfgoed, weliswaar heel mooi. Nieuwe Hollandse Waterlinie, UNESCO Werelderfgoed. Maar het wel functieloos. Nou, wat gaan ze in dat gebied doen? Ze gaan een oude sluis gaan ze vernieuwen. En het inundatieveld erachter, inzetten als overlaat. En het inundatieveld erachter gaan ze dus als waterberging inzetten. Of piekberging is het, geloof ik. Nou, op deze manier kun je dat erfgoed dus gebruiken. Nou, een hele serie voorbeelden. Ik zeg niet dat dit overal mogelijk is. Maar het heeft wel zin om dat systeem, de geschiedenis van het systeem, watersysteem, het landschap, te onderzoeken en mee te nemen. Er zijn een aantal voordelen van. Het versterkt de kwaliteit en de eigenheid van waterprojecten. Het biedt inspiratie en aanknopingspunten voor actuele wateropgaven. Landschap en streekidentiteit zijn enorm belangrijke economische factoren. Weliswaar, als je ze in MKBA stopt, dan verdwijnen ze in het niets als PM-post. Maar toch, iedereen weet dat ze van groot belang zijn. Kennis en, van landschap en erfgoed helpt om het functioneren van het watersysteem te begrijpen. Je kunt heel veel uit dat, misschien niet eens uit het erfgoed, maar wel uit het erfgoedveld halen om je systeem te begrijpen. Ecologische waarden hangen heel vaak samen met dat historische grondgebruik en dat historische waterbeheer. Het zorgt voor draagvlak, burgerparticipatie, zijn dus minder bezwaren, minder plantschade. Dan waterbewustzijn, we hadden het er net over. Mensen die zijn gewoon eigenlijk afhankelijk geworden van de overheid wat betreft waterveiligheid en zijn er helemaal niet van bewust. Nou, dat zou kunnen helpen om ze mee te nemen in zo'n project, om ze daar meer bewust van te maken. En als laatste, we hebben een zorgplicht voor ons landschap en voor ons erfgoed. En dat geldt ook voor de waterschappen. En nogmaals, terugkomen op die adaptatie. Mogelijk moeten we ons ook gewoon ietsje meer aanpassen op sommige vlakken. Zonder de waterveiligheid en de hele problematiek en de desastreuze gevolgen die erbij komen te bagatelliseren. Maar in sommige gevallen kunnen we... In sommige gevallen kunnen we daar... kunnen we iets meer aanpassingsvermogen hebben en daardoor ook een mentaliteitsverandering bij de bewoners teweeg brengen, denken wij. Zelf aan de slag, een website. Ik denk dat de presentatie gedeeld wordt, maar we hebben een vrij nieuwe website. Dat is een soort van onderwerp op onze hoofdsite, Water en Klimaat. En daar staan een hele reeks publicaties op. Er staat nieuws en informatie op waar je jezelf op kunt abonneren. En er staan een heleboel kaarten op. En ze worden zelfs op geen stijl gedeeld. Nou, dan weet je wel dat je het echt ver geschopt hebt. Er staat verslavend, de kaart Leven met Water. De bazenkaart van Nederland heeft een update gehad. Nou, hij mag wat mij betreft nog een keer geüpdate worden, maar er is heel veel informatie te vinden. Nog heel kort, als ik het toch over die kaart heb. Een paar weken geleden heb ik Robin gemaild. Ik ben op zoek naar een kaart met alle primaire en regionale dijken van Nederland. Is die er? Oei, ja, ik heb hier een pdfje, zoiets zei je, geloof ik. Uiteindelijk heb ik hem zelf samengesteld vanuit een kaart van het waterschapshuis, is het, geloof ik. En die was alweer gedateerd. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Als jullie met z'n allen met die dijken en die regionale dijken werken, waarom hebben jullie dan niet met z'n allen ook een bestand waarin ze opgenomen zijn? Het zou ons heel erg helpen in ieder geval. Kijk, ik hoor dit graag. Er is er wel een. Mooi. Ik kom. Iemand die weet dat er wel een is. Dank voor jullie aandacht. En... Mooi verhaal, Jeroen. Leuk. Erfgoed inclusief. Heb ik al begrepen. Erik, wil je nog wat vertellen over een kaart? Allerlei dingen. Waar zit je? Ik bedoel mij. Ja, sorry. Ja. Het waterschap verzamelt alle verkeringen van de waterschappen in gegevensknopend water.
Ja. Maar we zijn wel afhankelijk van alles wat er vandaag geleverd. Ja, precies. Nee, dat heb ik gemerkt. Dus ik heb hem voor een aantal waterschappen al geüpdate en nu heb ik een volledige kaart. Ja. Was het nou dumpert of geen stijl waarin je... Geen stijl, maar dat is geloof ik een beetje hetzelfde. Ja, er werd ook was een beetje dubieus. Hij werd in onze afdelingsapp zo, hey, kijk, we staan weer op geen stijl. Oei. Ja, dat was de tweede keer al. De eerste keer stond hij er ook al op. Waterveiligheidsportaal moet eigenlijk onze regionale kering in. Dat eigenlijk. Ja, maar dat willen ze niet betalen. Dat is een probleem. Wie zegt ze? HWP. Nee, de HWP. Vraag? Ja, vraag en ook een aanvulling. Leuk verhaal. Hartstikke leuk. In Noord-Holland hebben we ook ontzettend veel goede voorbeelden trouwens over erfgoed. We hebben Mark Lierde bijvoorbeeld één grote provinciaal monument. Goedgevingen van houden met erfgoed. Maar we zijn ook bezig geweest met NKWK, samen ook met RCA. En die hebben op de klimaateffectenatlas nu ook een Franse kaart erfgoed geplaatst. Dus dat is misschien wel goed om te vermelden. Dus ga gewoon naar de klimaateffectenatlas, daar zie je ook heel veel goede voorbeelden. En als provincie Noord-Holland zijn we nu bezig met Stichting KAS ook, om ook te kijken wat de urgentie is voor erfgoed. Want er zijn kansen, maar er zijn ook heel veel dreigingen. Ja. Dus dat is ook goed om daar eens goed naar te kijken, ook samen met de waterschap van ja, wat betekent dat dan? Welke keuzes moeten we misschien kunnen doen? Ja, dank voor de aanvulling. Oké, Jeroen, ontzettend bedankt.